De RS Lifestyle Groep richt zich op vier sectoren: fashion, cosmetics, living en food and beverage. Onze visie is creating awareness. En onze missie is, dat doen we eigenlijk creating awareness door dat we drie onderdelen aanbieden. RS Recruitment, RS Coaching en RS Yoga. In al die onderdelen maken we mensen bewust. In RS Recruitment doen we dat via een speciale intake methode voor kandidaten. En zij moeten 8 pagina's invullen voordat ze hier op gesprek komen. En doordat ze die 8 pagina's invullen, worden ze veel bewuster. Als ze dan hier op gesprek komen, dan hebben we het alleen maar over de toekomst en waar ze willen werken. En op die manier, door de juiste open vragen te stellen, worden ze heel bewust. RS Coaching, daar doen we eigenlijk organisaties en personen bewust maken door persoonlijke intakegesprekken of door organisaties te bezoeken en te vragen wat hun problematieken zijn en daar workshops of diverse onderdelen voor aan te bieden. RS Coaching, sommige mensen vinden dat een vreemde combinatie om dat bij een werving- en selectiebureau en bij coaching onder te brengen. Maar aangezien onze visie en missie is creating awareness, is het yoga draagt ook zeker bij tot het vergroten van het bewustzijn. Door de diverse oefeningen, ademhalingsoefeningen, door de lichamelijke oefeningen, ontstaat er een beter balans tussen verstand en gevoel en het lichaam en de geest. En dat leidt in organisaties tot een lager ziekteverzuim, minder RSI-krachten, klachten en een grotere productiviteit en concentratievermogen. Nou, dat zijn een paar onderdelen van binnen RS die we aanbieden en die eigenlijk leiden tot het vergroten van bewustzijn. En dat doen we met veel passie. Veel mensen die vragen bij ons ook van hoe het met het nieuwe werken gaat, omdat we eigenlijk al 12 jaar een voorbeeld zijn van het nieuwe werken. Wat houdt dat dan precies in? Nou, dat mensen bij ons thuis kunnen werken, dat ze flexibele uren kunnen indelen, dat ze 1 uur yoga in de week krijgen, dat we met een virtueel kantoor werken waar overal ter wereld in kan worden ingelogd. En mensen zien ook op locatie kandidaten, dus het is eigenlijk heel flexibel. Daarnaast hebben we maar 2 vergaderingen per maand, waardoor we echt op de essentie kunnen werken.